In de uitslagen zien. We hebben Louis van den Broek, de aanvaller van altijd van de eerste ronde. Louis, vandaag een beetje in alle. Ja. Van der Auwera. Dan hebben we hier de Ronnie Vragen. Alske. De luxie, dat is bloed van verschoren. En dat wil zeggen, Fons Verschoren, als ik hem nog ken. De Luc is renner, maar hij was gekend als voetballer. Als de man was. Ja. Johnny, micro. Ik had ergens, madame, een knopje en ik ben er aan bij. Jan, sorry. Ja. Nee, dus 77, sorry, dat is later binnengekomen. Oké. Okay. Ja, de Leffenboys nog altijd. Dat is de.
Wacht, joh. Doe maar. Philip Wouters. Philip Wouters. Ja, en gewezen liedartiest. Bedankt Philip voor uw aanwezigheid. Dan hebben we hier Paul Aartgeerts, de man die wereldkampioen geworden is 2 jaar geleden, ex-wereldkampioen. Bedankt. Het nummer 31 hebben we hier. Jos de Schoenmaker. Jos de Schoenmaker, de rechterarm van Eddy Merckx. De grote figuur uit de streek hier in de tijd van Merckx. Hadden we hier René Dille, de luitenant van Impe. De man die de kattenkoers won, Kortrijk-Galmaarden, de rit in de Vredekoers, in de Middenlibre bij de profs, in de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Romagne, de Vierdaagse van Duinkerken, en noem maar op. Dan hadden we hier 40 Roger Jochmans, een veelwinnaar bij de amateurs en een belofterijke prof geweest. Zijn er ook meisjes bij?48 hadden we daarnet, Von Schaers. Von Schaers, de man liefhebber, kampioen van België. Von Schaers zit nu in de volgwagen van Shimano. En van de Wim Schrooyes. 2 maal Gent-Wevelgem gewonnen bij de belofte. Bij de amateurs en als profrenner. En we hebben hier Willy Terling. Willy, sorry. 5 ritten in de Ronde van Frankrijk. Kampioen van België bij de profs. En dat weet ik nog. Jeff Keizemans. Die was vooruit. En Willy Terling, die ging de laatste 3 kilometer, die ging weg en erover en die werd kampioen. Juist of niet? Oké. Tweede, vierde en zesde in Parijs-Roubaix. Een ongelooflijke vlammer op het einde. Mensen, we zijn met een 75 vertrekkers. Magnifiek wat dat wij hier vandaag in Heischoor bij de laatste wedstrijd van onze vedette Jos Fonks. En die gaan we zelfs hier op het einde krijgen van deze lange rij. Ja, een speciale helm, hè. Een hele speciale van het nummer 66. En de fiets. Je moet eens kijken. Jongens, dat is...
is nog eens echt wielertoerisme op hoog niveau. Prachtig. En hier hebben we de man van Rockwechter gewezen. Hij is sportief man. Philip Verschuren, gewezen, hij sportief. En nu de man achter Rock Werchter. Toen Heremans, de plaatselijke, en zijn vader Marcel Heremans, de plaatselijke renner van Heistgoor en gewezen, sterke liefhebber, 2 jaar geleden gestopt. Koen en Marcel, bedankt. Nummer 78. Dan hebben we hier nummer 79. 79, Ronsmans. De man die 2 ritten won bij de beroeprenners in de Ronde van Spanje. Nummer 80, met een 0 achter, inderdaad. Chris Schepers. Het nummer 81. Alles gaat er helemaal niet doen. Leuk, ze allemaal wel achter mijn hals geweest. Het nummer 82, Sam Leijs. Sam Leijs, 83 Paul Stuylens, 83 Paul. Het nummer Joske. Willy van Herk, het nummer 85. Nummer 85, Van Herk. En hier Joske de Wever. Nummer 86, Joske de Wever. 2 jaar geleden weer kampioen geworden bij de Masters. Joske, sorry. Wilde jij nu terug naar Ginder gaan? Allee, eerst tekenen en dan naar Ginder. Ja. Joske, terug naar voor aan de micro en dan gaan we u wat vragen. Ja, 50 jaar. Hoorde goed, 50 jaar wielrenner. Op 15-jarige leeftijd, op 21 juli, Jos. Speciale dag, 21 juli. In Halen, 15 jaar, eerste koers gewonnen. Eerste koers bij de nieuwelingen. 50 jaar geleden. Applaus!
en ik heb zo wat bij elkaar gescharreld. 19 keren wereldkampioen, maar onder verschillende keren in Saint-Johan. Ja, het kampioenschap waar dat jij enorm van genoot. Het kampioenschap, het wereldkampioenschap, dat jij ging voorbereiden, weken op een stuk, in onze Ardennen. Ongelooflijk. 19 keren wereldkampioen, alstublieft. 3 keren Europees kampioen. Burgemeester, nooit hebben we in Heist zo een renner gehad. Nee, nooit zo'n sportman. 9 keren Belgisch kampioen. 5 keren provinciaal kampioen. 3 keren kampioen van Vlaanderen. Wedstrijden won hij in 1 jaar. En vandaag, dit jaar, 34 gewonnen. Schepenen van sport. 34! Niet te geloven. 2 weken geleden werd hij nogmaals Belgisch kampioen. Een ongelooflijke vedette. Hij is maar 1,60 meter, 1,65 meter, maar doet het hem eens na. En het zat in zijn bloed, want Vanja, zijn dochter, reed de Olympische wegrit in Rusland, in Sydney. In Sydney. Het weet, ja, nee. Ongelooflijk. Ik kan het niet nagenoeg niet zeggen, Jos, maar ook als liefhebber heb ik hierop staan. Als liefhebber in de beginnende jaren 70 rijdt hij de Ronde van Duitsland. En in een zware rit klopte hij Gerry Kneteman, wereldkampioen geworden bij de beroepremmers. En Henny Kuiper, hier, de man van Heist Goor. Een daverend applaus voor Jos Fons, het voorbeeld van de sportman van het jaar. Nee, de sportman van de eeuw. De sportman, de grote man van Heist op den Berg. Alsjeblieft, burgemeester, ik ben fier dat ik u mag zeggen, wij hebben iemand in onze gemeente dat oprecht prachtig is. Jazeker, meneer de commentator. Dames en heren, mensen van het Goor, beste liefhebbers, wielerliefhebbers en beste Jos. We nemen vandaag afscheid van een wielerfenomeen. Inderdaad, ik moet al die kampioenstitels meer opzommen. De commentator heeft dat uitvoerig gedaan. 19 wereldtitels is het belangrijkste dat ik heb onthouden. Jos, zet dan na 50 jaar carrière, als er niet zoveel van die titels, een punt achter zijn competitieve wielercarrière. De haak staat achter mij hier, dat raar gedoe, dat schijnt de haak te zijn waar dat Jos zijn competitiefiets definitief gaat aanhangen daar straks. Jos, ik denk dat ik namens het heel peloton hier spreek en ook namens het heel Goor en, en namens heel Heist op den Berg, de gemeente, de gemeenschap, als ik zeg dat wij u van harte bedanken voor al die mooie sportieve momenten die jij ons hebt bezorgd. Ik zou een applaus willen vragen, dames en heren. En wij bedanken u ook, Jos, omdat je deze toch wel bijzondere moment uit uw carrière, dat je die ook hier bij ons wilt leren, hier in het Goor, en hier precies uw laatste criterium gaat rijden. Het is een speciaal moment en wij hebben een speciale attentie van de gemeente bij. En het zal u niet verbazen, dames en heren, dat het iets kleins is, maar iets speciaals. Zoals Jos. Hij is inderdaad niet geen grote renner in de zin van lengte, maar zijn prestaties zijn toch heel erg speciaal. We hebben een kunststukje bij
zo geen opzichtig groot werk, maar een klein kunstwerkje dat uniek is en dat gebouwd is eigenlijk met een verwijzing naar onze gemeente Heist op den Berg. Het is zo'n soort van pottenbakkerijtje in de vorm van een zwanenhals. Jos, een van de schepen van het koor, gaat het namens ons allemaal hier overhandigen. Dat is proficiat. En dan vraag ik, ik wil alle renners even bedanken die kwamen steunen vandaag in de achtervolging op ontsnapte renners en zo. En altijd bedankt dat je allemaal gekomen bent. En ook de mensen die hier op elkaar kijken, hartelijk bedankt, man. Ja. Jos, de man die u... Geen centaal in de applaus, dames en heren. Onze vedette, die het net schijnt te geleiden van onze Sjoerdse Gons. Onze regelmatigste en een van onze beste VVD-renners die hier vandaag zijn afscheid neemt. 25 ronden hebben we onze renners voor de groep. En laten we... Thank you.
Beter dan ik ze leon. Ja. Nee, ik heb ze niet gezien. Geen rechterhand eraan dat hij. Dat daar ruwe plekken zijn. Dat denk ik ook wel. Ja,
Dat is een voor onze toekomst. Met z'n drieën. Niet zo duidelijk nog wel. Met de geluk van Jorin. En Kurt van Zolder. En gentlemen, we gaan de laatste 10 kilometer in duiken. En geef hem een daverend applaus. Nog George, nog 10 kilometer, jong. 10 kilometer. Nog 5 ronden. Jongens, nog 5 ronden. We gaan de laatste 10 kilometer van George Vonk samenwerken. Nog 5 ronden. Nog 4 ronden, jongens, nog 4 ronden. Nog 4 ronden. Opgepaste baan vrijhouden. Komen op 4 ronden van het einde. En het is David Drens met Roger Goormans. Die de kastanjes uit het vuur moet halen. Nog 4 ronden, jongens, nog 4 ronden. Nog 4 ronden. Nog 2 ronden, jongens, nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden, jongens. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden, jongens. Nog 2 ronden. Voilà, we krijgen hier onze politiewagen. Die de laatste ronde gaan aanvatten. Prachtig werk van onze politieagenten hier. De laatste ronde. De laatste ronde. Oh. Laatste ronde. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. We krijgen hier André Aartkeer en Mark de Kop. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Laatste ronde. En we hebben ook nog hier achteraan een humanitair. Opgepast. We rollen de laatste ronde. De man van de laatste 2-3 kilometer. En dan krijgen we hier Wim Veris. Laatste ronde. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Laatste ronde. Wie het hier gaat halen, is het Willy Terlink die hier nog in laatste instantie neemt. We hebben onze kop gewipt, de spurt wordt ingezet, de spurt wordt ingezet. Aankomst, jongens, aankomst, aankomst. Oh, en kijk eens hoe rap dat die kleine nog is. Geef hem een daverend applaus, George Mons, die het hier succes lijkt mee af te maken. Aankomst, jongens. Aankomst. Aankomst, jongens.
Aanvoers jongens. Ja, Jan-Peer Ruitemans. Wij wachten nog op de laatste renners. Wij zijn hier in Nieuw-Muisel. Opgepaste baan op vrijhouden. Aankomst jongens. Waar geeft ze nog een applaus? Dan krijgen we hier nog... Aankomst jongens. Magnifiek. Jos, de bloementuil. De laatste. Die gaat Anneke overhandigen. Anneke is de vriendin van Polle Meilemans Café Nova. Polle, de man van het gehoor, van, ja, je weet wel, hè. En Anneke gaat die bloemen overhandigen, alstublieft. Anneke, vergeet niet te kussen. Nee, dat was niet goed. Moet dat nog eens? Ja, zo, voilà. Ik vond het nu hoor. En dan hebben we hier de schepenen van sport van Heist op den Berg. Nant Blauwers. Nant, ik zou zeggen, dit is de trofee, Jos. Pas op, want het weegt zwaar. Dit is de trofee. Hij blijft voor u. Alsjeblieft. Nant Blauwers, schepenen van sport. George. Schepen, hè? Ja. Wil je eens even naar die, want dat is de man die gaat de foto's maken. Alsjeblieft. Nant, ik geef u de micro even. Ja, Jos, je was toch weer een fantastische wedstrijd. Het is verwonderlijk dus dat jij nog op uw leeftijd al die jonge gasten kunt verslagen. Hè? Hè? Dus eigenlijk is het spijtig dat je hem stopt. Maar ja, ja. Proficiat nogmaals. Hè. Bedankt man, schepenen van sport, Heist tot den Berg. Jos, zet u nu eens tussen de leffe boys. Voor een groepsfoto. Mannen, dicht bij elkaar. Mag ik eens even, ja. Maarten? Jelly. Mooiste moment, dat ik hier voor vandaag nooit heb gekend. Denk weer aan vroeger, die zomer van vroeger. Mooi zie ik je weer, zoals die eerste keer. Mooiste moment, alles in jou zegt dat je voor mij was bestemd. Ik hoef niet te dromen, want jij bent gekomen. En zie ik je hier nu weer, lijkt het weer die eerste keer. Het mooiste moment.
Maar je vindt. Daar is uw opvolger. Nant, alstublieft. Mooi. Dat zijn de trofeeën die geschonken zijn door bloemenatelier Koen Verbeek. Die zegt: ik wil de Jos en de kleine niet alleen in de bloemen zetten, maar iets moois geven, iets blijven. Alsjeblieft, bedankt Koen, bedankt Kleffe Boys. We zien elkaar zelfs in de zaal, want die is echt prachtig. Dat is juist. Jokke, waar is de jokke? Waar is de jokke? Jokke Lefebvre. De man die, ik zal maar zeggen, 35, 40 jaar naast, 50 jaar naast Schuston. Alsjeblieft mensen, het is ermee, Jokke, en nu de zaag, zaag er maar door. Waar is de zaag? Ja, de bedoeling was... De bedoeling was van door te zagen. Tjokke zit er daarnaast. Zo ja. Magnifiek. Tjokke Lefebvre. 50 jaar. 50 jaar aan de zijde van zijn renner. Voilà. Wel ja, Greta zegt misschien gaat zij wel koersrijden, gelijk de moeder van ja. Wie weet, alstublieft. Mensen, dit was het. Laatste koers van Jos Fons en dat vieren wij nu onmiddellijk in de magnifieke geschikte zaal Ter Molen. Prachtig hoe dat hem opgezet is met honderden foto's en met al zijn truien. Tot ziens. Jongens, Leffe Boys, bedankt. Als je aan zegt, dan mag ik het volk binnenlopen.